Hallo allemaal, welkom bij New Deer Spotter. Vandaag gaan we het hebben over de bruin gemarmerde schildwand, oftewel de stinkwand. Deze kleine keversoort komt van oorsprong alleen in Azië voor, maar is door transport en handel ook in Amerika en Europa terechtgekomen. De soort is ongeveer 1,7 centimeter lang en ongeveer net zo breed. Hij lust ongeveer 170 plantensoorten, waarvan een groot deel gewassen zijn. Daardoor was hij in Amerika tussen 2010 en 2011 een grote plaag. Hij at veel gewassen en er is in totaal 30 miljoen euro verloren gegaan aan de plaag. De soort heet stinkwand, omdat als hij bedreigd wordt of vertrapt wordt, spreidt hij een geur af en die stinkt. En die geur kan irritaties en kleine verwondingen brengen. Er is ook één geval geweest in Taiwan dat een ernstige ziekte opleverde, maar dat was maar één keer. Hij wordt schildwand genoemd omdat de vorm van de kever, zoals je kan zien, lijkt op een heraldisch schild. De kever heeft vaak de kleur bruin, maar kan ook lichtrood zijn en soms grijs. Hier zie je, als je goed kijkt, ook dat hij deels lichtrood is bij de vleugels. De kever wordt een zuiger genoemd omdat hij het eten, zijn voedsel, fruit, alles, doorboort en dan gaat zuigen het binnenste, het sap. Nou, dat was het over de bruin gemarmerde schildwand. Vergeet niet, like en subscribe. Doei!